Welkom lieve tweelingzielen. Mijn naam is Avalon Shamaan en in deze video ga ik je meer vertellen over de ontwikkelingen tussen de tweelingzielen met de volle sneeuwmaan. Dit is de sneeuwmaan van de maand februari. Zo wordt deze maan bij de natives genoemd, omdat deze maan echt, tijdens deze maan in dit seizoen vond er altijd hele heftige sneeuwval plaats. En dat kenmerkt dus ook wat wij als mensheid en dus ook de tweelingzielen, die verbonden zijn aan de natuur, wat wij als mensheid doen wanneer er dus volle sneeuwval eigenlijk is. Nou, in deze video ga ik dus meer daarover vertellen over de ontwikkelingen tussen de tweelingzielen. En dus ook, wat gebeurt er nou in de natuur en dus ook bij jou en jouw tweelingziel tijdens bijvoorbeeld zo'n volle sneeuwmaan. En zo begeleid ik de tweelingzielen door het medicijnwiel heen. Dan heb je dus de volle sneeuwmaan en dan komt er weer een nieuwe maan. En dan komt er weer de volgende volle maan. Dan hebben we weer de nieuwe maan en weer de volgende volle maan. En dat zijn iedere keer cycli. Dus dat zijn iedere keer nieuwe seizoenen. Nou, de Native Amerikanen werken niet met, de eerste van de maand is het begin van een maand. Nee, zij werken met de nieuwe maan is het begin van de nieuwe cyclus. Daarvoor geef ik ook even de huishoudelijke mededelingen voordat we aan de kaarten gaan beginnen. Daarvoor geef ik ook het medicijnwiel jaarprogramma. Dat start iedere lente. En dan gaan wij met een mooie groep met vrouwen helen. Tezamen met het medicijnwiel. Dus ik begeleid jullie in de besloten Facebookgroep om echt dieper binnen in jezelf te kunnen raken. In verbinding met jezelf, in verbinding met je hogere zelf, in verbinding met je zielsmissie. Wat kom je hier brengen? Wie ben jij? Je bent spirit. Wat is jouw hogere doel hier op aarde? Dat ga je allemaal kunnen ontdekken met het medicijnwiel jaarprogramma. En daarvoor kun je je nog tot aan eind februari aanmelden bij mij. Via e-mail info@vindjouwspirit.nl. We zijn nu al met 16 prachtige vrouwen die meedoen aan dit programma. De afgelopen ronde deden er 20 vrouwen aan mee. En veel vrouwen van die ronde doen ook weer mee aan de nieuwe ronde. Omdat de begeleiding is gewoon ontzettend waardevol. Je krijgt namelijk een soort van leidraad. Nou, niet een soort van, maar je krijgt gewoon een leidraad. Om dus te weten, wat gebeurt er in de natuur? Wat gebeurt er op mijn eigen pad? En alle shamanistische reizen helpen jou natuurlijk ontzettend om jouw hogere zelf terug te vinden. Om jouw spirit terug te vinden. En dat is dan ook precies waar jouw tweelingziel op dit moment mee bezig is. Ik werd heel erg getrokken vanochtend door een zwarte obsidiaan. De zwarte obsidiaan, die kun je ook eventueel in sneeuwvlok obsidiaan, is ook een vorm van de zwarte obsidiaan. Dat is dezelfde steen, maar dan met witte vlokjes erop. Beetje grijzige vlokjes. En dat zijn allebei hele erg angstendoorbrekers. En wat ik heel sterk voel, is dat er bij veel tweelingzielen, en dat is dus precies waar jouw Divine Masculine op dit moment mee bezig is, bij veel tweelingzielen zit er nog echt een angststuk rondom geld verdienen met hun zielsmissie. We gaan dus ook, hier ga ik even meer over vertellen ook, en we gaan dus ook de shamanistische reis maken. Dat doen we tijdens de volle sneeuwmaan, die is op, even kijken, even uit mijn hoofd, nee, dat hoeft niet, 24 februari, we kijken even op het spiekbriefje. Op 24 februari gaan wij weer een shamanistische reis maken, een Inca baarmoederzegening. Dat doen we met een hele mooie grote groep met vrouwen. Dat doen iedere keer zo tussen de 55 en de 80 vrouwen doen er mee aan iedere shamanistische reis. En gaan we echt heel specifiek werken aan het openbreken van het vertrouwen bij jou. Dat je echt geld kunt gaan verdienen met je zielsmissie. Dus die shamanistische reis gaat helemaal in het kader staan van het thema geld. En vooral, en dat werkt niet alleen maar op geld, want we gaan werken aan het thema eigenwaarde. Dus dat gaat erom dat jij jezelf op waarde gaat schatten. Dat gaat dus door versterken dat je meer beter je grenzen aan gaat geven. Dat je meer jezelf gaat terugtrekken en gaat onttrekken uit schadelijke situaties. Dat je overtuigingen ten aanzien van geld gaat omvormen en dus meer met je zielsmissie bezig gaat.
Nou, wat ik nog heel erg terug zie. Dus wil je meedoen daaraan, dan kan dat met de link hieronder. Maar ik vertel daar ook altijd meer over tijdens de live uitzending. En die kun je volgen op zondag 18 februari om 10 uur in de ochtend in de besloten Facebookgroep Tweelingzielen Tarot. Dus alleen maar voor vrouwen. En in die Facebookgroep verbinden wij ons dus allemaal met elkaar. Vind je allemaal readings terug voor het Tweelingzielen Collectief. Kun je ook je eigen verhaal delen onder een reading. Het is echt een super liefdevolle energie. Op dit moment zijn wij met meer dan 4100 vrouwen lid. En we groeien zo ontzettend snel. En dat vertelt mij dus ook dat er heel veel tweelingzielen aan het ontwaken zijn. Want toen ik begon in 9 augustus 2019, één dag na de Leeuwenpoort, dat ik voelde om deze groep op te starten. Toen startte ik met nul. En toen was ik een van de eerste Facebookgroepen van die over tweelingzielen ging. Samen met nog één iemand anders. Er waren twee Facebookgroepen die tweelingzielen heten. Dus zo zie je maar. En nu is dat zo ontzettend gegroeid. Dus ook voor jou is het de bedoeling dat jij het pad van je hart gaat volgen. Dat jij met je passie geld gaat verdienen. Maar dan, die overtuiging moet je wel hebben voor jezelf. He, dus daar moet je doorheen. Ik had eerst zo'n intense twijfel. Ik wist het allemaal niet. Ik dacht, oh nee, ik ga echt nooit geld kunnen verdienen. Hoe ga ik geld kunnen verdienen? Wat ga ik aanbieden? Pas wanneer je echt helemaal leert loslaten, kun je echt zakken in dat diepe oervertrouwen. En op je intuïtie afgaan. Nou, die volle sneeuw. Deze volle sneeuwmaand voel ik dus echt dat jouw tweelingziel dieper in vertrouwen aan het raken is van de eigen talenten. Van de eigen kwaliteiten. En van dus ook het eigen vermogen om het eigen pad te gaan creëren. Veel tweelingzielen blijven namelijk hangen in bepaalde banen. In bepaalde constructies. In bepaalde manieren van wonen eigenlijk. Omdat ze niet voldoende dat vertrouwen hebben in zichzelf. En in zichzelf betekent het vertrouwen hebben in hun hogere zelf. Dat jouw gedachte dus uitzendt de ether door. En ook weer bij jouw tweelingziel uitkomt. Maar zoveel tweelingzielen proberen nog van alles te forceren. He, ook op het gebied van het werk. En ook op het gebied van de zielsmissie. Oké, ik wil een nieuwe baan. Ik moet zoeken. Alleen maar zoeken naar vacatures. Zoeken. Nou, toen ik een tijd, hele tijd geleden werkloos was. Toen dacht ik, nieuwe baan. Ik moet zoeken. Uiteindelijk kwam de baan op mijn pad via. Dus eigenlijk had ik helemaal niet hoeven zoeken. En ik heb echt mijn kop gebroken. Ik denk dat ik wel 40 vacatures eruit heb gestuurd. Of 40 sollicitaties eruit heb gestuurd toen. Terwijl uiteindelijk de baan naar mij toe kwam. En zo werkt het wanneer wij gaan uitzenden. En zo werkt het dus ook met geld. Hier ga ik dieper op in tijdens de live reading op zondag 18 februari. Nou, ik draag, ik zit er een beetje gangster uit. Toch een beetje godinnenachtig, maar toch een beetje gangster ook weer met mijn stoere t-shirt. Ik heb een t-shirt aan van heel leuk, van Donald Duck. Nou, die vind ik dus echt fantastisch. Dat is een mooi verhaal. Verhaaltje, wat ik even wil gaan vertellen. En dit heeft dus ook te maken met vertrouwen en hoe jouw gedachten dus een ander kunnen bereiken. Ik had alles ingepakt toen ik naar mijn moeder ging vliegen. Ik had een klein koffertje mee, ik had daar alles ingepakt. En ik kreeg toen ik nog in mijn caravan was, ik woon nu in een camper, toen woonde ik nog in de caravan van neem ook even een lekker lang t-shirt mee. Is lekker, dan doe je een leuke legging aan en dan een lang t-shirt erbij. En toen had ik alles ingepakt en zat ik in het vliegtuig en dacht ik, oh, t-shirt vergeten, dacht ik toen. Shit. Dat kan ik heel erg vinden. Kan ik echt heel erg vinden. Toen dacht ik, nou oké, het zal wel. Kom ik bij mijn moeder aan, zegt mijn moeder, oh ja, ik heb nog wat leuks voor je gekocht. Nou, wat denk je? Een XXL lang t-shirt. Nou, ik heb geloof ik de 4 dagen dat ik daar was in Nederland, heb ik alleen maar in dit t-shirt rondgelopen. Maar dat vertelt dus dat wij dus kunnen uitzenden. Onze gedachten hebben gedachtenkracht. En dat is echt dat 2024 jaar waar we ons nu in bevinden. Het jaar van een 8-trilling. Het betekent dat hoe meer aandacht wij besteden aan onszelf, aan onze zielsmissie, aan het pad dat wij willen bewandelen, hoe beter wij ons in ons vel gaan voelen, hoe meer licht wij gaan uitstralen, hoe meer we gaan aantrekken.
waaronder ook onze tweelingziel. En dat hoeven we dus niet te forceren. De Akashic Tarot komt bij mij omhoog. Een heel mooi tarotdeck. Daar gaan we even kaarten uittrekken. We gaan tijdens de shamanistische reis, tijdens de Inca baarmoederzegening, verbinden wij ons met de Sami. Dat is het shamaanse volk uit het noorden van Scandinavië. Dus Noord-Noorwegen, Noord-Finland, Noord-Zweden. En wij gaan ons dus verbinden met de Sami. En dat is de voorouderlijke wijsheid die wij gaan verkrijgen. En dat betekent dat onze voorouders, voorouders, zij werkten met de energie. Zij wisten hoe laat het was door te kijken naar de stand van de zon. Die kennis en oeroude wijsheid, die hebben wij in ons. Maar we zijn zo geprogrammeerd om in onze maatschappij mee te gaan. He, oh, een klokje. Oh, een horloge. He, oh, ik heb een afspraak. Ik moet op tijd zijn. Waardoor we dus volledig de signalen van ons lichaam hebben geleerd om te negeren. Dus, oh, ik heb een afspraak gemaakt. Dus ik moet verschijnen op die afspraak. Terwijl jouw lichaam misschien zegt, je voelt je doodmoe. Je bent doodziek. Je hebt het heel erg nodig om nu even pas op de plaats te maken. En in plaats van dat we dan zeggen, oké, dan meld ik me ziek. Want ik voel me ziek. Dan zeggen we, nee. Ik kan dat wel aan. Herken je dit bij jezelf? Dit veroorzaakt burn-outs. Nou, dat heeft in mijn leven meerdere keren voor een burn-out gezorgd. Ik ben er sowieso heel gevoelig voor. Ik maak wat minder goed contact ook met mijn lichaam. Dus ik ben daar heel bewust mee bezig om steeds goed contact en steeds te voelen wat ik nodig heb. Deze komt omhoog en ook de Engelen Tarot komt omhoog. Die gaan we ook nog even erbij pakken. Dit is trouwens een heel mooi dek, hè? Als je wil beginnen met de tarot. De Engelen Tarot is dan een heel mooi dek om te gaan gebruiken. Jan, eerst eens even de kaarten show maken. Dat gaan we dus openen bij jou. En dat betekent ook dat geld is maar een middel. Geld is niet het doel. En geld is een middel. En dat betekent dat als jij, hè, dat gaat zien als een middel. En dat jij dus geld gaat zien als, hey, geld kan mij helpen om hele mooie dingen te gaan creëren in mijn leven. Hey, geld kan mij helpen om hele mooie dingen te gaan doen ook in mijn leven. Ik bedoel, geld heeft mij geholpen om deze camper te kopen. Waardoor ik nu alle vrijheid heb om mijn shamanistische reizen op te kunnen nemen. Veel beter in mijn vel zit dan hiervoor. He, dus geld heeft een doel, is niet het doel, maar geld heeft een doel. Dus wanneer jij gaat doen wat je leuk vindt, gaat dat geld ook beter stromen. Maar daar moet je je wel aan over durven te geven. Dus wanneer jij zegt, ja, maar ja, ik ga die stap maar nog niet nemen, want ja, ik kan het grotere plaatje niet zien en ik weet dus niet of er wel geld mee verdiend kan worden. Nee, maar jij hoeft het grotere plaatje niet te zien. Dat grotere plaatje krijg jij stapsgewijs te zien. En dit zijn dus ook allemaal dingen waar ik over spreek. Het Medisch Helmond Jaarprogramma, daar zitten ook allemaal tweelingzielen masterclasses bij in. Dan krijg je iedere volle maan en iedere nieuwe maan, krijg jij van mij een video zoals dit te zien. Met een aparte reading, echt specifiek voor jouw Medisch Helmond Jaargroep. En dat vertelt dan ook meer over wie ben jij nou als tweelingziel? Wat zijn jouw krachten? Hoe werkt het nou samen met je tweelingziel? Hoe werkt het nou met union? He, Wat gebeurt er op dit moment op jouw pad? En wat heb je nodig? En dan gaan we dus echt de diepte daarmee in. Goed, er is een kaart hierin die gezien wil worden. Anders kreeg ik de deck niet omhoog. De Lightning Bolt, de Eight of Forces, die zegt echt, ja, we gaan echt weer naar het valkseizoen toe. Het valkseizoen is het ontwakingsseizoen. De ontwakingstijd op het medicijnwiel. Dat betekent dat ieder valkseizoen, ieder jaar weer opnieuw. En daarom is het zo waardevol om te leren hoe het medicijnwiel werkt. Dat ga je echt integreren in jouw systeem, in jouw weten, jouw innerlijke weten. Ieder jaar weer opnieuw gaan we dus tijdens dat valkseizoen onze talenten meer aarden. Dus meer laten zien. Dus je gaat steeds een stapje dieper binnen in jezelf en steeds meer van jezelf laten zien. Als ik begon, hoe ik begon, was als de dood voor het geven van mijn eerste webinar. Nou, je moet me nou zien tijdens die live readingen. Ik klets 2 uur in de ronde. Dus ja,
Je gaat telkens een stap dieper. En die lightning bolt vertelt mij echt... Wauw, er gaat echt een shake. Gaat er plaatsvinden bij jouw tweelingziel. Dus wat ik heel sterk voel, die Eight of Forces is echt... Hij gaat worden wakker gemaakt. Wakker gemaakt in jullie verbinding. En dat betekent in jullie hogere verbinding. Dat betekent dat hij veel meer synchroniciteiten gaat zien tussen jullie. Ook engelengetallen gaat zien. En dat hij dat misschien zelfs gaat benoemen richting jou. He, zo stuurde mijn tweelingziel mij ook ooit een keertje een bordje wat hij zag. Toen hij aan het rijden was met Avalon erop. Was in Frankrijk. Was Avalon met dubbel N geloof ik. Of zelfs dubbel L of dubbel V. Weet ik niet meer. Maar he, een bordje van Avalon. Zijn afslag. Dus je afslag. Had ik moeten zeggen, zei ik niet. Ik denk al. De lightning bolt zegt dus echt ja, hij mag echt een opschudding krijgen dat jij een bijzonder iemand bent in zijn leven. Dat er een bijzondere verbinding tussen jullie is. En dat gaat hij ook wel meer waarderen, voel ik. En die Eight of Forces zegt echt ja, de bliksem slaat in. En dat betekent wanneer de bliksem inslaat, betekent dat de donderwezens het over gaan nemen. En de donderwezens, daar wil je niet mee sollen. Dit is bijvoorbeeld ook hoe shamanen ontwaakt worden. He, die worden getroffen door de bliksem. Sommige shamanen kijken ook echt scheel. Godzijdank is het bij mij niet gebeurd dat ik door de bliksem ben ingeslagen. Want ik zou niet weten hoe ik over dat trauma zou heen zijn gekomen. Maar je kan dus... nu is het niet meer zo dat je door de bliksem natuurlijk geraakt hoeft te worden. Maar zo werden shamanen ontwaakt. En dit vertelt ons dus wel, je die bliksem gaat inslaan. Dus als jij voelt... Mijn ziel is die van een sjamaan. Dan gaat dat ontwaken voor jou. Ik ontwaakte ook in 2018. Ook in de lenteperiode. The One of Scrolls zegt on track. On track. Zegt echt. Hè, de Eight of Scrolls is de Eight van Swords. Hè, dus dat is echt de zware. En is echt het mentale. En die zegt on track. Dus wat ik heel sterk voel, is dat jouw tweelingziel met bepaalde plannetjes achter de schermen bezig is. En we gaan dus in die live-uitzending echt kijken, wat speelt er nou achter de schermen af? Wat zijn nou die plannetjes waar jouw tweelingziel mee bezig is? Achter de schermen bezig is, en dat gaat dus steeds meer oppikken, zeg maar, hè? Aan energie wat gaat opbouwen. En het kan ook te maken hebben met een bepaalde reis. Ik zie hier namelijk allerlei bordjes. Eastbound train. En ik zie hem op de trein stappen. Dus het kan ook zo zijn dat hij op een bepaalde reis gezet wordt. Hè? Op een bepaalde missie gezet wordt. En dat hij dus met die lightning bolt echt die eigen kracht bij hemzelf meer gaat terugvinden. Ik zeg hij, maar het kan ook voor een zij gelden. Hè? En dan hebben we ook nog de Ark of the Covenant. En die zegt, ja, er zijn bepaalde afspraken, bepaalde hogere afspraken die jullie hebben gemaakt. Het getal 11 is heel waardevol, want dat is echt het getal van stap in jouw eigen leiderschap. En ik voel heel sterk, en ik zie dus ook hier een tent. Het kan er ook mee te maken hebben met dat jij bijvoorbeeld, hè, jouw zielsmissie iets op het gebied van een tent, van een tipi misschien wel, of van ceremonies uitvoeren in een yurt. He, en ik voel dus ook sterk dat jouw tweelingziel ook wel eens die kant op zou kunnen gaan. En meer in zijn leiderschapsrol gaat stappen. Dus daar meer actie in gaat ondernemen. En dat gebeurt nu allemaal nog achter de schermen. Want de volle sneeuwmaan is de maan waarin wij echt bij onszelf zijn nog. Setting your course. Die zegt echt ja... Nu, op dit moment achter de schermen, is jouw tweelingziel bezig met echt setting your course. Ik voel nog wel dat er heel veel twijfel is in de tweelingzielencollectief. Dus ook bij jouw tweelingziel. Maar wat ik wel sterk voel, is dat hij toch meer bezig gaat met... Ja, ik ga vertrekken. Ik ga vertrekken. Ik wil een bepaalde kant op, maar ik wil ook echt vertrekken, hoor ik letterlijk. Dit zal niet voor iedereen gelden. En misschien geldt het wel voor jou, maar niet voor dit jaar. Dat kan. Maar ik voel echt dat hij zegt, ja, ik wil vertrekken. Ik wil meer ruimte voor mezelf maken. En ik wil dus ook mijn zielsmissie meer gaan inrichten. Zodat ik niet 40 uur per week hoef te werken. Want ik wil ook meer plezier daaromheen kunnen gaan ervaren. En ik voel dus ook de schepen komen binnen. En dat hij meer, we zien hier dus, dat hij meer in de toekomst gaat kijken. Met een hele mooie regenboog. Samenwerken met de engelen. En wat ik dus heel sterk zie, is dat ik dus meer voel... Zie en voel, er gebeurt van alles binnen in mij, dat hij meer gaat kijken naar, maar wat wil ik nou voor de langere toekomsttermijn?
hè, jouw tweelingziel en jijzelf misschien ook, is misschien nogal wat impulsief geweest. Hè, van we gaan dit doen omdat het nu iets oplevert, maar het mag meer op, hè, op de langere termijn. En misschien wil jij je ook wel met de Sami verbinden, omdat de Sami is een nomadisch volk. He, dus die trokken echt rond. En we gaan in de Inca baarmoederzegening gebruik ik ook mijn hele mooie Sami drum. Oh, die kan ik wel even snel erbij pakken. Dat is wel leuk. Dat is een drum, he, van echt rendier. Misschien zie jij jezelf ook wel zo staan op een berg. He, lekker drummen met jezelf. Ga dat dan doen. Hè? Laat dat los dat je denkt, oké, dit is wat van mij wordt verwacht door de samenleving en in de samenleving. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken met hoe jij denkt dat jouw zielsmissie vorm gaat krijgen. Kijk niet naar wat er gebeurt buiten je, maar voel binnenin jezelf. Misschien heb jij wel dat je denkt, ik ga ineens Orgonite draken maken. En heb je hele bijzondere draken wat je voor jezelf maakt, wat in ene mega veel worden afgenomen door mensen allemaal. Die van alle kanten op je afkomen die draken willen bestellen. Ja, dat kan. Hè? En dan heb jij gevoeld dat jij dit soort type draken wilt maken. En dat heb jij doorgekregen van je hogere zelf. Hè? En op die manier mogen we dus meer gaan manifesteren. We hebben hier de twee van aarde. En ik had ook de King of Keys. En dat is de koning van aarde uit het Akasha deck. En de twee van aarde zegt, er moet een besluit worden genomen. Er moet echt een besluit worden genomen. En de twee van aarde vertelt mij vooral over dat er nogal veel speelt bij hem. Hè? En dat kan ook bij jou zijn. Dat er heel veel ballen tegelijkertijd hoog worden gehouden. En dat hij eigenlijk voelt van, ja, maar het lukt me niet allemaal om dit allemaal te doen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn tweelingziel, dan denk ik dat je dit nog volhoudt. Hij doet zoveel verschillende projecten. Dus ik weet ook, hij moet ook echt een besluit nemen voor zichzelf. En dat besluit zegt ook, ja, voeg meer speelsheid toe in je leven. Maar vooral zegt dat besluit ook, er is te veel. Je doet te veel, je wilt te veel. Dus dat betekent dat je een stapje terug mag doen. En dat je echt mag gaan voelen bij jezelf. Wat is het nou dat ik hier wil gaan brengen op aarde? En misschien wil je wel reizen. Heb je 10 verschillende bestemmingen in je hoofd. Dan zegt Spirit, laat het nou gewoon eens even los. Laat het nou gewoon eens even ontstaan. Hè, wat is het waarvan jij voelt dat geboren wil worden? Want dat gebeurt altijd tijdens de lenteperiode. Dat wil geboren worden. Vragen over je huidige situatie. Dat staat er echt. Huidige situatie vereist een beslissing van jou. Stel jezelf open voor creatieve ideeën en voor nieuwe perspectieven. Als je er wat minder zwaar aan tilt, vind je waarschijnlijker, gemakkelijker een antwoord. Ja, omgaan met verandering, maar ook je budget in balans brengen. Hè? En omgaan met verandering betekent echt dat het leven vraagt misschien meer van jou nu op dit moment. En ook van je tweelingziel. En ik voel dat er dus echt nog wel bepaalde angst is, hè, om dus die stap te gaan maken. Open je ogen voor de opties en de mogelijkheden. En er is sprake van ontevredenheid of verveling. Hè, misschien ben jij heel streng voor jezelf. Misschien zeg je wel, en ik moet het zo doen. En ik moet het allemaal op deze manier moet ik het doen. En ik moet sneller ontwaken. En ik moet nu meer mijn zielsmissie uit gaan rollen. Nee, die speelse aanpak is nodig. Waar gaat jouw hart nou van oplichten? He, en die vier van water vertelt mij ook dat op dit moment zit jouw tweelingziel echt nogal in twijfel. Echt nogal in, ik weet het niet zo goed. En dat heeft er ook mee te maken, voel ik sterk, dat er bepaalde dingen zijn waarvan hij dacht, hier ga ik mee verder. En dat dat toch niet lukte in zijn buitenwereld. En dat dat dan toch wegvalt in zijn buitenwereld. Dat betekent niet dat het niet voor hem is, maar dat betekent dat het niet voor nu is. Maar het zet hem wel aan tot nadenken en tot twijfel. En dat is precies, hè, ik ben strafrechtadvocaat geweest, wat we deden in de rechtbank.
We hoefden niet helemaal te weten hoe de zaak in elkaar zat. Maar we moesten alleen de rechter ervan zien te overtuigen dat er een twijfel zat in de zaak van onze cliënt. He, dus God brengt een bepaalde twijfel daarin, he, op je pad. Om er dus voor te zorgen dat jij weer opnieuw gaat nadenken. Dat jij bij jezelf gaat voelen en gaat stilstaan en gaat afvragen van, is dit nou het leven hoe ik het nu wil leiden? Of wil ik verandering aanbrengen in mijn leven? En vind ik dat eng, die verandering, maar wil ik er misschien toch voor gaan? En dat is echt het proces waarvan ik nu voel dat jouw tweelingziel daar nu in zit. In de Tweelingzielen Tarot Facebookgroep vind je ook de liefdesbrieven terug. En in die liefdesbrieven schrijf ik ook echt wat er speelt bij jouw Divine Masculine. Dus daar kwam voor de afgelopen liefdesbrief, kwam daar ook echt heel letterlijk in omhoog van, ja, ik voel me eigenlijk echt wel aangetrokken tot jou, maar ik durf niet. En dat heeft alles te maken met het onzekere gevoel van jouw tweelingziel op dit moment. De twijfel aan zichzelf. En die twijfel komt dus omdat er te veel tegelijkertijd aan de hand is. Dan voel je dus niet die ruimte. En de vier van aarde, voel je niet de ruimte om te voelen. En de vier van aarde vertelt ons ook, te lichtvaardig of te voorzichtig met geld. Dat kan dus zo zijn dat jij je tegen laat houden door angsten om tekort te komen. Goede zakelijke beslissingen. Dat kan voor jou gaan komen. Maar daarvoor is het dus wel belangrijk dat jij bij jezelf uitkomt. En dat doet het Medisch Helmond Jaarprogramma voor jou. Even trouwens tussendoor. Je kon bij mij altijd Elohim engeleninwijdingen en de geboortetotemdierenreizen. Kon je bij mij altijd los ook bestellen. Maar ook ik zit in een heel groot transformatieproces. Dus ik heb besloten om dat echt heel specifiek onderdeel te gaan maken van het Medisch Helmond Jaarprogramma. En dat betekent dat die shamanische reizen exclusief onderdeel gaan worden van het Medisch Helmond Jaarprogramma. Dus die zijn niet meer los te bestellen vanaf de aanvang van de nieuwe ronde. En dat die vangt aan op 4 april. 4-4 tijdens de belangrijke Engelenpoort. Dus tot die tijd kun je alles nog bij mij losbestellen. En vanaf 4-4 ga ik echt de volle focus leggen op het Medisch Helmond Jaarprogramma. Zodat we echt met die grote groep, en nou, grote groep is niet 4000 vrouwen. Dat zit zo tussen de, rond de 20, 30 vrouwen zo waar we op zitten. Gaan we echt dieper binnenin onszelf raken. En ga je dus ook echt meer van je zielsmissie te weten komen. Ga je meer leren over wie je bent. Gaat de relatie met jouw tweelingziel gaat meer positief raken. Gaat veranderen. Omdat jij verandert. Omdat jij meer leert wie jij bent. En daar zijn de masterclasses ook heel waardevol voor. God is aan het werk. Lieve God, help mij alsjeblieft uit deze situatie te komen. Zodat ik deze in geloof en vertrouwen aan jouw goddelijke wijsheid en oneindige liefde kan overdragen. Om een oplossing te vinden en alles te helen voor iedereen die erbij betrokken is. En dat betekent dus ook, geef de relatie met jouw tweelingziel uit handen aan God. God. We gaan ook Saraka gaan we vragen. Dat is de spirit van het vuur. Gaan we echt vragen om die oude overtuigingen bij ons weg te branden. Gebruik ook labradoriet om jou beter te helpen beschermen. Maar ook om de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen leven. Vertrouw op jezelf. Vertrouw op dat God door jou heen werkt. God werkt achter de schermen. Een gunstig resultaat. Een gunstig resultaat. Vertrouw op dit gunstige resultaat. En vertrouw erop dat het nog zoveel mooier gaat zijn dan wat jij kunt bedenken. En dan wat jij nu kunt zien met jouw menselijke ogen. De camper waar ik nu in woon, dat had ik nooit voor mezelf kunnen bedenken. Deze camper heeft alles, maar dan ook echt alles waar ik om gebeden heb. En nog heel veel meer. Dus je hoeft geen genoegen te nemen met broodkruimels van je tweelingziel. Maar zoek het bij jezelf. Waarom neem ik genoegen met broodkruimels? Waarom ben ik nog altijd aan het door blijven gaan met diezelfde patronen? Eerbiedig en vertrouw je eigen gevoelens. Zegt aartsengel Michael. Ga dus echt af op dat wat jij voelt dat belangrijk is. De ridder van aarde zegt, tijd om je schouders eronder te zetten en dingen voor elkaar te krijgen. Neem je commitment serieus.
En dat is wat ik heel sterk voel nu voor dit 2024 jaar. Ik grijp je nog net niet. Neem je verplichtingen en je commitment serieus. En misschien is jouw tweelingziel nog heel erg aan het fladderen. En ook met allerlei losse projecten bezig. Met hè, bepaalde dingen bezig waarvan je denkt, nou, dat zie ik echt niet gebeuren dat daar iets uit gaat komen. Dan gaat jouw tweelingziel nu deze winter nog echt voelen dat hij meer serieus bezig mag zijn met zichzelf. En dat is ook weer de Ark of the Covenant. De Ark of the Covenant is, hij heeft een bepaalde zielsafspraak met zijn hogere zelf, met zichzelf gemaakt, met zijn meesters uit de Akasha Chronieken. Hij mag echt daar zijn aandacht daar naartoe gaan brengen, naar zijn geld genereren. Hè? Zijn inkomen met zijn zielsmissie. En dat gaat niet gebeuren wanneer we steeds maar alles voor de plezier willen doen. Want ja, je hebt ook doorzettingsvermogen nodig. En je hebt ook wilskracht nodig. Wat we allemaal bij jou gaan openen tijdens de shamanistische reis op 24 februari. Onnodige bezorgdheid. Hè? Het zaad is gezaaid. Geef het over aan God en laat het los. Wat zich afspeelt achter de schermen en wat hele specifieke plannen zijn, hè, daar gaan we over in detail. En ook karmische relaties wil ik eventjes op gaan inzoomen tijdens die volle sneeuwmaan. Ga maar bekijken tijdens de live uitzending, daar kun je gratis aan meedoen. Je mag ook je vragen stellen aan mij tijdens die uitzending. Vragen stellen aan mij. Ja, en je kunt hem ook nakijken. Dat wilde ik nog even zeggen. In de Facebookgroep. In het event waarin ik live ben gegaan. Nou, superleuk. Oh, er komt nog even dit omhoog. Kennelijk wilde nog eventjes iets gezien worden. The Sun. Ja, het is echt het terugvinden van de eigen identiteit. Maar wat ik ook heel sterk voel, is dat die wilskracht gaat sterker worden. Die wilskracht en de aantrekkingskracht richting jou gaat sterker worden, voel ik heel sterk. Die wilskracht om daar echt iets mee te gaan doen met jullie relatie. Die wilskracht om contact met jou op te gaan nemen. Die wilskracht om misschien wel ineens bij jou voor de deur te komen staan. Ik voel ook getal 77 verschijnt ineens al in mijn geestesoog. Die zit daar, mijn geestesoog, in het midden daar. He, getal 77 zegt ook, houd jouw gedachten positief. Houd jouw gedachten erop gericht dat jij het waard bent, lieve tweelingziel. Dat jouw tweelingziel achter jou aankomt. He, en dat mag je dus verwachten. En dat mag je uitzenden. Dat mag je hopen. En daar mag je voor binnen. Daar mag je voor wensen. Want je bent ook gewoon een mens. En je hebt ook gewoon menselijke verlangens. He, en die zonnekracht is dus ook echt die stroming van geld. Wanneer dat meer kan gaan flowen. Beter in je vel voelen. Zekerder van je zaak. Dan gaat het tussen jou en je tweelingziel ook echt shiften en veranderen. De Hanged Man hangt ook weer samen met de Sun. Die wilskracht. He, hij gaat het willen om contact met jou op te nemen. Hij gaat het willen om zijn gevoelens te uiten naar jou. Hij gaat het willen om zijn muur naar beneden te laten. De Nine of Wands. En met jou in gesprek te raken. En echt uit te reiken naar jou. En wanneer dat kan gaan omslaan tussen jullie. Dan kan jullie verbinding zich gaan verdiepen. Houd de hoop, lieve tweelingzielen. Nou, iedere keer denk ik, ik ben er. Ik stop ermee. Komt de wereld omhoog. Overvloed. Overvloed is waar we voor mogen gaan. Overvloed. Het is vol van energie. Doe dat waar je hart van gaat zingen, lieve tweelingziel. En ik zie ook allemaal unicorns zo verschijnen. Geloof in magie. Moonaiki, I love you. Tot snel maar weer. Wij sluiten de heilige ruimte. En wij danken natuurlijk alle aanwezige gidsen van ons. Die ons van helende boodschappen hebben voorzien. Je kunt dus ook echt merken dat wanneer jij... Oh, wil je je inschrijven? Medicijn, wil jij programma enzovoort? Allemaal plaats alle links hieronder. info@vindjouwspirit.nl. Daar kun je even een mailtje naartoe sturen. Mocht ik dat nog niet gezegd hebben. Ik kan uren doorgaan. Doei!